Maranke Rinke, Martijn van der Linden, goedenavond. Goedenavond. Ja. Ik bel in de zendtijd van de Grote Vriendelijke Podcast. En ik mag jullie vertellen dat jullie de Kinderboekwinkelprijs 2020 hebben gewonnen voor Bob Popcorn. Wat? Dat is fantastisch. Ja. Oh, dat is fantastisch, wat leuk. De verzamelde. Ja, de Kinderboekwinkels hebben jullie besloten om jullie de prijs te overhandigen. Zoals jullie weten, waarschijnlijk is dat een prijs voor een boek wat niet op een andere manier al een prijs heeft gewonnen. Zij vinden dat de prijs voor Bob Popcorn is. Oh, ja, maar. Je mag het trots om dit tijdje. De korrel groeit wel, maar hij barst niet. Hij wordt groter en groter. Ik wist niet dat het mij zo enorm kon worden. De korrel is nu zo groot als een glanzende gele kiwi. Ik weet zeker dat hij elk moment kan ontploffen. Maar er gebeurt iets anders. Uit de korrel ploppen twee beentjes en twee armpjes. En wat? Dat kan helemaal niet. De korrel is een mannetje geworden. Ik staar hem aan. Woedend kijkt hij terug. Hoi Maranke en Martijn, vanuit kinderboekwinkel De Giraf in Dordrecht willen wij jullie van harte feliciteren met de kinderboekwinkelprijs, ook namens alle fans, waar wij zeker onder vallen, of niet collega's? Mijn boek is bijna uit. Lieve Maranke en Martijn, vanuit boekhuis De Kleine Tovenaar in Roermond zeggen wij... Van harte gefeliciteerd met de Kinderboekwinkelprijs 2020. En zie hier natuurlijk op onze tipzuil aanwezig. Lieve Maranke en Martijn, ontzettend gefeliciteerd namens de Kinderboekwinkel Utrecht met jullie Kinderboekwinkelprijs voor Popcorn. Zoals jullie kunnen zien zijn we hier in Utrecht ontzettend fan van het boek. We vinden het een heel grappig, origineel, spannend verhaal. Geweldige tekeningen dat we heel graag verkopen aan jullie. Hoi Martijn en Maranke, van harte gefeliciteerd met de prijs, de Kinderboekwinkelprijs. Dit is Carlijn uit Kinderboekwinkel Kasperle uit Amsterdam aan het Sarfati-park. Ik was graag naar het feestje gekomen, want ik zit dan wel hier in Amsterdam aan het Sarfati-park. Maar ik ben eigenlijk een Rotterdammer. Maar bij deze alsnog van harte gefeliciteerd en ik hoop dat ik al deze boeken ook nog ga verkopen, maar ik denk dat dat wel gaat lukken.